Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Ruim 170 manschappen, Directoraat Nationale Veiligheid, gedecoreerd. Minister Albert Ramdien blikt tevreden terug op buitenlands beleid. Overheid juicht initiatief tot Inside Guayaname magazine toe. Grondige inspectie zwaar materieel bij Weidenbosbrug. En toename COVID-19 besmettingen heeft aandacht regering. Als waardering voor trouwe dienstjaren zijn op woensdag 29 december 2021 179 leden van het Directoraat Nationale Veiligheid gedecoreerd. In de congreshal kregen zij medailles opgespeld voor 10, 15 en 20 jaar dienstverband. Het gaat om decoraties van 2016 en 2017. President Chandrika Persat Santokhi viel de eer te beurt de eerste 4 gedecoreerden hun medailles te overhandigen. Geachte jubilarissen, u hebt lang moeten wachten op dit belangrijk moment, maar de overheid is u niet vergeten. De achterstanden zijn vanwege tal van omstandigheden opgelopen. Ik mag u doorgeven dat het getracht is om alle, om bijna alle achterstanden in te lopen. Mogelijkerwijs zijn er een paar gemist, maar ook die zullen we inlopen. Wat constateerd is dat er ook achterstanden zijn bij andere personeelsleden die nog ingewerkt zullen worden. Ook de bevorderingen van de soldaten in de rang van soldaat 1 wordt binnenkort ter hand genomen. En vandaag decoreren we de mensen uit 2016 en 2017. Maar eigenlijk is de regering al vanaf haar aantreden bezig geweest met inhalen, met achterstanden wegwerken, met schulden wegwerken, bevorderingen en noem maar op. En dit is één van de vele aspecten waar deze regering de afgelopen jaar werk van gemaakt heeft. Dagelijks is de regering bezig geweest met het opruimen en wegwerken van allerhande achterstanden. Daar is heel veel tijd en energie in gekropen. En tenslotte ga ik u allemaal feliciteren met ook vandaag uw huldiging, uw bekroning op uw werk, op uw dienstbaarheid, uw dienstverlening naar het land en het volk was uw naam. Directeur, directieleden allemaal, jullie ook gefeliciteerd. En voor straks een goede jaar uiteinde. En laat het een jaar zijn, 2022, waar wij allemaal beter moeten hebben. Het volk van Suriname beter moeten hebben. En dat jullie het ook beter moeten hebben in alle opzichten. Maar ook een jaar wordt, zoals ik eerder genoemd heb binnen de regering, een jaar van actie en implementatie en het neerzetten van resultaten om ons land te ontwikkelen en te gaan naar groei van onze economie. Gefeliciteerd allemaal. God bless you. Thank you. Ik voel me blij. Ik vind het fantastisch dat ik na hard werken de waardering heb gehad die ik verdien. Ik heb 15 dienstjaren, maar ik ben vandaag voor 10 jaar gedecoreerd.
Nou, het is een mijlpaal die bereikt is. Het voelt goed aan de waardering die we krijgen. Het is van 10 jaar en dit is van 15 jaar. Het jaar 2021 loopt ten einde. In de haast afgelopen 12 maanden heeft de regering de banden met bevriende naties verder aangehaald en of verbeterd. Het buitenlandbeleid is erop gericht de positie van Suriname internationaal hoger op te trekken. Dit moet vooral de ontwikkeling van de natie ten goede komen. De communicatiedienst Suriname had een exclusief vraaggesprek met minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Hij blikt tevreden terug. Het is inderdaad heel turbulent geweest in de hele wereld. We hebben het extra moeilijk gehad om verschillende redenen. Eén, we hebben natuurlijk de COVID-19 pandemie. Het is erger geworden. Eigenlijk weten we nog niet eens waar het naartoe gaat. Dus voor elk land is het een beetje passen en meten. We zien dat nu op dit moment weer. We vragen de discipline van het volk om zich te houden aan de regels. Dat is de beste methode. En vaccinatie natuurlijk. Daarnaast hebben we ook de verkiezingen gehad. Het is, er is een nieuwe regering aangetreden. Dat betekent weer een heleboel nieuwe dingen. Maar we hebben ook te maken gehad en nog steeds met een financiële-economische crisis. Wat een stukje armoede met zich heeft meegebracht. Een stukje financiële onzekerheid. En het laatste is dat we te maken hebben gehad met onze reputatie wereldwijd. Het is wel verbeterd nu, maar aan het begin was het toch vrij moeilijk om ingang te vinden internationaal. Om onze reputatie, ons imago op een betere manier te presenteren dan voorheen. Dat zijn eigenlijk de vier grote uitdagingen geweest. Uiteraard, je hebt de dagelijkse problemen. Te weinig geld, de capaciteit is er niet, de menskracht is er niet. We hebben een instituut van het ministerie van Bibis dat voor lange tijd eigenlijk geleid is geworden door een klein team van personen. Dus het grootste deel van het apparaat was er niet bij betrokken. Dus je moet ook werken aan een stukje motivatie en inspiratie. Dus het is op zichzelf, ondanks alle inspanningen, ben ik heel tevreden over 15, 16 maanden regering Santokki. Ja, en als we kijken naar de crisis, vindt u dat we toch nieuwe kansen hebben gehad? We hebben die kansen gehad, maar meer nog, we hebben de kansen gecreëerd voor onszelf. Een van de eerste dingen die wij moesten doen is onze relaties herstellen met onze traditionele partners. In dit geval Nederland en met de Verenigde Staten van Amerika. Beide zijn heel goed gelopen. We hebben nieuwe ambassadeurs benoemd, wederzijds. We hebben bezoek gehad van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Ik was de eerste minister na 10 jaren die naar Nederland is geweest, kort na ons aantreden. We hebben die relatie goed hersteld. Het moet nu een beetje breder en dieper gaan. Helemaal tevreden ben ik nog niet. Maar in ieder geval is politiek, diplomatiek de relatie goed hersteld. Men heeft ook goed begrip voor de omstandigheden waaronder wij moeten opereren. En ik moet zeggen dat Nederland ook heeft meegeholpen, heel actief heeft meegeholpen, om Suriname te ondersteunen bij het IMF-programma, de goedkeuring daarvan, op de achtergrond. We hebben ook de relatie met de Verenigde Staten van Amerika hersteld. Dat was belangrijk. We zijn onderdeel van het Westelijk Halfrond. Amerika is een leidend land in de wereld. Het is eigenlijk in ons eigen regio. Ik was blij dat de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, binnen 2 maanden na ons aantreden Suriname heeft bezocht. Ook een eerste voor sinds we onafhankelijk zijn. Dat zijn belangrijke momenten geweest. Dus dat was het eerste, het meest belangrijke om te doen. Onze reputatie herstellen. Onze entree weer maken op het wereldpodium. En ervoor zorgen dat we als land worden gezien met mogelijkheden voor de toekomst. En niet als een land waar men zich juist ver van wil houden. Gelukkig, dat is goed gegaan. We hebben nog wat uitdagingen. En zo zijn we verder gegaan met Frankrijk, met Guyana, met Brazilië.
een particulier initiatief voor business tussen Suriname en Guyana en een eerste aanzet om collectief op te trekken. Zo verwoordt Rabindranath Buddha, directeur toerisme van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, de nieuwe magazine Inside Guyaname. De officiële launch van dit tijdschrift heeft op dinsdag 28 december 2021 plaatsgevonden in de bankethal van Hotel Torarica. Het ministerie juicht dit initiatief toe. Een stukje particulier initiatief om, zoals mevrouw Angdat zei, in deze moeilijke tijd toch wel aan promotie te doen, zodat er business kan ontstaan. En dat en niet zomaar business, maar business tussen Suriname en Guyana. En het is ook net ook aangegeven dat slechts een rivier ons scheidt. En straks als wij de brug hebben, dan is er bijna geen scheiding. En nu al is het een eerste aanzet, of misschien de zoveelste, om collectief op te trekken. Nou, dit tijdschrift richt zich in feite op totale business. Ik heb nog niet erin gebladerd, maar toerisme zit erin. Agriculture, transport, cuisine, handel. Kortom, alles wat in feite samengaat met business en toerisme en productie zit erin. U weet, in de speeches zijn ook aangegeven dat heel wat Surinaamse bedrijven al gevestigd zijn in Guyana. Genoemd zijn Asuria, Rudisa, Fernandes Bakkerij. En het is dan goed dat beide landen samen optrekken, samen een magazine produceren en samen de promotie oppakken, zodat je in feite een grotere markt kan bereiken en aan de andere kant ook kostenbesparend. Suriname contributed articles, right? There were persons from Suriname who wrote articles. Ambassador Henry MacDonald, he wrote two. And other persons from Suriname wrote. Also, there were lots of advertisements in the magazine from Suriname, especially from the tourism agencies. You know, SHATA, for example, you know, that is the Suriname Hospitality and Tourism Association. SHATA was responsible for the contributions of the tourism entities. So we got resorts, we got hotels from Suriname, taken out advertisements. And even there's a little write-up about the tourism in Suriname. Good? So Suriname's contribution was great. Het Korps Politie Suriname zal scherpere controles uitoefenen aan beide uiteinden van de Sjoelweiden-Bosbrug. Het gaat om controle op zwaar materieel dat gebruik maakt van de oeververbinding. De maatregel is per dinsdag 28 december ingegaan. De politie zal eenmaal 24 uur aanwezig zijn om toezicht te houden. Zwaar beladen trucks zullen slechts gedurende de lockdown worden toegelaten. Hierbij zal er ook een geldig dispensatiebewijs overlegd moeten worden. Onder zwaar materieel kunnen we plaatsen. De zware voertuigen, ik zeg de zware voertuigen, omdat je daar de transportvoertuigen hebt, zoals bekend de vrachtwagens. Maar je hebt ook materieel en dat zijn graafmachines van de grote kranen, dat valt onder materieel. En als we het hebben over zwaar materieel, dan is het een verzamelnaam van alle zware voertuigen. Nou, de nieuwe maatregelen die zijn genomen is dat het zwaar materieel, de zware transporten, dat de venstertijden zijn bepaald en dat is van 11 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend mogen deze categorie voertuigen over de brug. Ik heb bewust gezegd zware voertuigen omdat het moet nog gedefinieerd worden en, wanneer er sprake is van een vrachtwagen, een vrachtvoertuig, dat je dat in tonnage kan aangeven. Maar als je hebt over vrachtverkeer is het in elk geval voertuigen boven de 3500 kilo. Maar de zware transporten, die zijn veel zwaardere voertuigen natuurlijk. En in de volksmond is dat wel bekend als we praten over zwaar transport, zware voertuigen, zwaar materieel. In de maatregelen die zijn bepaald,
is niet aangegeven dat deze chauffeurs zich ergens moeten melden. Die maatregel is duidelijk en in die maatregel staat dat ze vanaf 11 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend over de Weidenbosbrug mogen. Dus er is geen meldingsplicht vereist. Nog een keer, die maatregel is duidelijk, zoals meneer Wippert heeft aangegeven. Zwaar transport mag niet over de Weidenbosbrug. Ik vermoed dat ik begrijp welke kant u op wil. We leven in een bepaalde tijd van het jaar. En in deze tijd is het noodzakelijk geweest om die maatregel te nemen. U moet zich zo voorstellen, het is kerst geweest en we gaan richting de jaarwisseling. Het verkeer rond deze tijd van het jaar wordt al maar drukker. Ook het verkeer over de Weidenbosbrug. Over dezezelfde Weidenbosbrug willen de leveranciers naar de andere kant van de rivier. Die maatregel staat daar, maar de politie die verantwoordelijk is voor die handhaving, is wel flexibel genoeg om te taxeren of ze een voertuig wel of niet over de brug toelaten. Hou er rekening mee. Hiermee geven we niet aan dat de vrachtwagens à la dol over de brug mogen. Ik wil het simpel hebben over een leverancier die brood moet leveren aan de andere kant van de rivier. De politie zal dan taxeren als de frequentie van het verkeer naar de overkant het toelaat, zal zo'n vrachtwagen direct worden toegelaten. Deze flexibiliteit, laat me dit benadrukken, deze flexibiliteit heeft sec te maken met de tijd van dit jaar. Dus we naderen het eind van het jaar, iedereen is in een feeststemming, iedereen wil leveren. Brood moet nog altijd geleverd worden, drank moet nog altijd geleverd worden, noem maar op. Dus die flexibiliteit wordt door de handhavers wel in acht genomen. Zodat we de samenleving niet beperken in hun doen en laten. Dit gezegd hebbende wil niet zeggen dat vrachtwagens à la dol over de Weidenbosbrug moeten. De recente toename van COVID-19-besmettingen heeft de aandacht van de regering. De autoriteiten hebben zich tijdens een raadsvergadering op dinsdag 28 december gebogen over de huidige situatie. De berichten vanuit het veld zijn verontrustend en noodzaken de overheid tot het treffen van maatregelen ter bescherming van de samenleving. Op basis hiervan heeft de regering op woensdag 29 december 2021 het besluit genomen om het uitgaansverbod per ingaande donderdag 30 december terug te brengen naar 9 uur 's avonds. Voor de duidelijkheid, het uitgaansverbod zal tot nader order van 9 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend gelden. Daarnaast zullen de openingstijden van commerciële localiteiten en restaurants nu van 5 uur tot 8 uur gelden. Ook worden de controle en surveillance voor beweging van personen op diverse plekken uitgebreid en de handhaving geïntensiveerd. De aanpassing van de maatregelen waren noodzakelijk omdat het is gebleken dat er ondanks de beperkingen uitbundig wordt gefeest. Op tenminste één zo'n activiteit is er sprake geweest van een zogeheten mass spreading. Ondanks dit gegeven worden zulke parties onverkort voortgezet. De overheid waarschuwt wederom dat openbare feesten niet zijn toegestaan. De justitiële autoriteiten zullen dan ook niet schromen om op te treden. Elk illegaal event is namelijk onderhevig aan sancties vanuit de desbetreffende instanties. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.